de dag na de verkiezingen. Donderdag 23 november 2023. Nou, we zijn er nog lang niet klaar mee met praten over de verkiezingen. Maar ook niet met formeren, met de nieuwe Kamer krijgen straks. Wat gaat er allemaal gebeuren? Het is nogal wat. Nou, ik heb in ieder geval nu al gecoerced Helma Lolles hier te laten zitten. Want die zou eigenlijk weg zijn om 9 uur. Maar die blijft nog lekker een half uurtje. Ben ik heel blij mee, Helma. Dank je wel. Oud-VVD-Kamerlid. En, echt een plusplakker, hè? Dan, Ja. Blijft altijd zitten. Ja. We zijn juist blij dat ze er is, Matwakkerman. Nee, goedemorgen. Ja, onze politiek verslag is gelukkig ook. Flauw politiek grapje. En ja. Michiel Jurjens, die is er ook. Dag Bas, goedemorgen. Aard. Ja, we gaan nog even naar die formatie toe. Want het wordt best een lastig ding. We hadden al even de optie die gisteren eigenlijk door Wilders zelf werd voorgesteld. Hè, waarvan hij zei van nou, ik samen met VVD, met NSC, met Omtzigt dus erbij. En BBB. BBB heeft die vrijage ook weer teruggebracht. Caroline van der Plas zei meteen, ja, ik ga mee in de coalitieonderhandelingen. Maar er zijn wellicht ook andere opties die we nog niet geëxploreerd hebben. Nou ja, laten we even kijken naar wat de PVV zou moeten op het moment dat Omtzigt toch zegt, dit gaat mij te ver, doe het niet. Net zoals het CDA eigenlijk ook op een gegeven moment heeft gezegd. Ja. Dan heb je de PVV en de VVD, die hebben samen 61 zetels. Dus dat is een stabiele basis, maar daar ben je er echt nog niet. Daar moeten dan andere partijen bij. Nou, BBB die wil dus. 7 erbij, kom je op 68. En dan wordt het toch wel schrapen op zoek naar een meerderheid als je een nieuw sociaal contract niet bij hebt. Ik zat zelf te denken aan een optie, misschien wel interessant, de SGP. Een partij die al heel lang bestaat. Je weet precies waar ze voor staan. En dat sluit denk ik op veel punten wel aan bij die andere partijen. Ja. Krijgen ze een beetje een soort functie zoals de ChristenUnie in het vorige kabinet maar had. Maar is Toffer, is de lijsttrekker daarvoor te poren om met de PVV in een kabinet te stappen? Volgens mij is de SGP en de PVV, daar zit echt wel overlap. Die stemmen ook veel samen. Geldt trouwens ook voor de SGP en Omtzigt. Bleek uit onderzoek van Omtzigt stemgedrag als één pitter afgelopen jaren. Ja. Maar goed, dan zit je dus nog steeds pas op 71. Dus dan zelfs als de SGP als soort junior partner zou besluiten, we gaan een keer toch meedoen. Dan zit je nog steeds met 5 zetels tekort voor een meerderheid. En dan wordt het toch wel echt lastig wie daar dan nog bij aan zou kunnen sluiten. Ja, het CDA kan je eraf schrappen, heb je al gezegd. CDA, die gaan dus niet. Weet je, die hebben zo erg verloren. En als ze dan nu weer hier instappen, wat is dan nog hun bestaansrecht? Ja. Het is sowieso een vraag waar ze zich denk ik komende tijd mee bezig zullen houden. Van ja, hoe gaan wij ons nu onderscheiden met die 5 zetels ten opzichte van 2 nieuwe partijen, BBB en NSC, die eigenlijk allebei ons gedachtegoed uitdragen. Uh-huh. Hoe ga je daar net weer iets anders in zetten? Ja, ja. Want je hebt eigenlijk 3 smaken van hetzelfde soort van. Ja. Dus die zullen het niet willen doen. Ja, 21 nog, Joost Eertmans. Maar ja, dat is 1. Dan kom je ook tot 72. Ben je er ook niet? Ja, die heeft natuurlijk. Kijk, het verhaal van Ja 21 was altijd. De PVV, die wordt altijd uitgesloten. Dus dat is een verloren stem. Ja. Wij zijn realistisch rechts. Dus we zijn rechts zonder de complottheorieën. En die wel mee kunnen doen, omdat we niet zo radicaal zijn als Geert Wilders. Mm-hmm. Maar ja, hun verdienmodel zeg maar is onderuit gehaald door het feit dat de PVV nu wel weer 37 zetels had. Ja. Ja, en wel weer een serieuze kandidaat is om mee te gaan doen. Ja. Dus het hele bestaansrecht van Ja 21 als wij zijn rechts waar je wel mee kan praten. Mm-hmm. Ja, dat zie je dus ook in de uitslag. Dat is er niet meer. En dus zakken ze terug naar 1. Ja, maar wat kun je met 1 zetel? Nee, precies. Ooit een belofte van ditzelfde verhaal was voor de Democratie van Boudet. Krijgt nu 3 zetels. Is dat nog een optie als die ook wat van zijn radicale randjes kwijtraakt? Nou, volgens mij heeft de VVD Forum nog steeds ook uitgesloten. Ja? En dat ik zie niemand met Forum in zee gaan. Dus wacht even, die optie die gaat niet werken. Dan zou je nog kunnen kijken naar de SP. Ik kijk ook even hier naar het scherm. De SP heeft natuurlijk fors verloren. Maar ik heb Caroline van der Plas ook al een aantal keren horen zeggen dat de SP voor haar ook nog wel een optie zou zijn. Mm-hmm. En dan heb je toch nog iets van een linkse partij ook in een coalitie. Ja, ja. Ik weet niet of ze het gaan doen. Zou Marijn ze dat willen? Nee, precies. Maar dus bijvoorbeeld op een thema zorg zou een SP en PVV zou wel weer goed samen gaan. Ja. Dus dan zit je wel op een meerderheid. Dan zit je meer, dan kom je precies op 76. Dus daar zijn wel aanknopingspunten voor. Valt ook wat voor te zeggen voor de SP, die natuurlijk eigenlijk sinds mensenheugenis in de oppositie zitten. En waarbij ook een beetje hetzelfde heerst misschien als bij de PVV van laat het maar eens een keer zien. Ja, precies. Wat Lilian Marijnissen zelf ook heeft gezegd. Wij kunnen een waakhond in de coalitie zijn. Dus misschien dat die er daarom wel toch open voor zullen staan. Uh-huh.
Maar dat lijkt me bij dat clubje de enige optie. Dus dan heb je naar het PVV, VVD, BBB, SGP en SP. Het wordt wel een splinter. Een vijf partijenkabinet dan. Dus nou zeg, daar is in Duitsland de Ampelcoalitie. Nou, wij hebben gewoon het volledige, de hele regenboog bij elkaar. Regenboogcoalitie. Ja. Nou, dan even de andere, even de linkse optie. Wat gebeurt er als. Ja, dat zou natuurlijk. Ik kan me dat niet voorstellen dat PVV langs de kant wordt gezet. Maar je weet maar nooit. En dat we een GroenLinks PvdA. Leiding krijgen met Timmermans als premier en een aantal andere partijen. Over links dus. Is dat een optie? Schets dat eens. Ja, dat wordt ook lastig. Ja. Nou ja, kijk, die gaan ook als eerst kijken naar Pieter Omtzigt als partij om daarbij te halen. Mm-hmm. Dus 25, dat zit voor 45. Ja. Omtzigt heeft daar ook al van gezegd. Mm. Zijn aanknopingspunten op bijvoorbeeld bestaanszekerheid, op het sociale aspect, zeg maar. Ja. En dan, want je hebt echt nog wel veel zetels nodig, zou je kunnen kijken om daar de VVD bij te doen. Dan kom je in één keer al op 69, heb je nog eigenlijk één partij nodig, bijvoorbeeld D66. Ja. Maar ja, de VVD is de campagne ingegaan met migratie moet strenger en we moeten rechtser met deze partijen, zijn alleen maar waterige compromissen te sluiten en dat willen we niet meer. Ja, als de VVD nu in zee gaat met zo'n middencoalitie als tweede partij onder GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja. Die ze in de campagne misschien nog wel harder hebben aangevallen dan nu via het contract. Ja, precies. Ja, dan is hun bestaansrecht misschien wel. Weet je, dat is een recept om daarna helemaal in te storten. Ik denk dat niemand bij de VVD op misschien de wat progressievere flank daarom staat te springen. Lijkt mij ook niet. En ik zie eerlijk gezegd ook de VVD en D66 niet samen in een coalitie gaan. Dat zou echt heel erg ongeloofwaardig zijn, beide kanten. En met name D66 heeft, gisteravond hebben we Rob Jetten gehoord. Ik dacht van, volgens mij zijn de verkiezingen achter de rug en kan je reclame praatje achterwege laten. Dus die zat nog een beetje in de campagnemodus. Ja, precies. Maar die heeft wel zo'n flinke tik richting VVD uitgedeeld. Dat zou echt ongeloofwaardig zijn. Ja. Overigens heeft D66 zelf ook een enorme tik gehad. Nou. Dus die zullen dat misschien ook niet willen, maar die zijn wel altijd bereid om te praten, mits ze hun idealen voor elkaar kunnen krijgen. Kijk, die klimaatagenda willen ze graag mee door. Dat kan wel met een PvdA GroenLinks. Dus stel, we halen de VVD eraf en we doen D66 er nog bij. Dus dan heb je GroenLinks PvdA, nieuw sociaal contract D66, zet je op 54. Ja. Ben je er ook nog lang niet. Nee. Dan zou je misschien kunnen kijken naar de ChristenUnie. Want die zijn sociaal-economisch ook, sluiten daar heel erg op aan. Ja. Dus dat zou prima kunnen. En er zitten misschien weer qua dat conservatievere christelijke in de hoek van Omtzigt. Maar nog geen 56. Zit je op 57. Ja, bedoel ik. Dat wordt echt, CDA. Geen idee waarom zij dan hierin nog zij hierin zouden willen. Zit je op 62. Ja, ben je nog niet. Ja, het wordt een lap. Ik kan heel erg het doorgaan. Is kansloos. Maar het is kansloos. Ik zit nu al op 5 partijen over links en dan hebben we 62. Ja, BBB, als ze ook over links willen. Het gaat er dus gewoon niet worden. 6 partijen. Laatste optie. Door Omtzigt naar voren gebracht. Een minderheidskabinet. En op bepaalde basispunten proberen coalities te sluiten. In de Kamer. Dat is onderhandelen. Dat gaat over de nieuwe bestuurscultuur. Betekent dat je overal over moet gaan onderhandelen. Ja, dan liggen er veel meer opties. Maar krijgen we daar de handen voor op elkaar? Wat? Dan is de eerste vraag weer. Gaat het dan een minderheidskabinet worden met wel de PVV erin? Ja, exact. Want ik denk dat als. Dan komen ze eigenlijk bij een situatie dat het niet lukt over rechts, omdat het nieuw sociaal contract waarschijnlijk het niet wil. Toch niet die stap neemt. Ja. Dus dan gaan ze ook niet in een minderheidskabinet daarmee zitten. Dan zou je een minderheidskabinet over rechts met bijvoorbeeld PVV, VVD, BBB. Nou, dan zit je wel dan op 68. Achter... Kom je in de buurt. Ja, kom je in de buurt, ja. Ook in de Eerste Kamer heb je dan in ieder geval iets van een basis. Ja. Maar dat wordt heel veel handelen, dealen. Ja. Dat wordt lastig. Interessant. En zonder PVV is dat überhaupt niet mogelijk. Of je zou moeten zeggen, NSC, GroenLinks, PvdA. Als je die nog eventjes bij elkaar pakt, en die pakt misschien ook nog D66 erbij. Nou, dan kom je ook zo'n beetje op rond de 60 zetels, als ik het zo even snel bereken. 54 kom ik nu dan op. 54. Minderheidskabinet, NSC, GroenLinks, PvdA. D66. Precies, maar dan zitten er 37 PVV's tegenover je. Dan heb je een minderheidskabinet van 54 zetels, wat ook eigenlijk helemaal geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Nee. Want je hebt GroenLinks PvdA heeft een beetje gewonnen. Mm-hmm. Een nieuw sociaal contract is natuurlijk een grote winnaar, omdat ze zo groot nieuws zijn binnengekomen. Maar D66 is ook heel erg afgestraft. Dan is het heel gek om deze minderheid op te zoeken. Pieter Omtzigt zal dat ook niet geloofwaardig vinden. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live
naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.